En ik omschrijf het even zoals Dwayne het omschreef. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Hello people, het is vandaag woensdag. En ik heb niet zoveel gevlogd de afgelopen 2 dagen. Of eigenlijk gewoon niet, omdat ik echt niet fit was. Die avond ik met Niels ging wandelen in de PC Hoofdstraat. Was even voor die frisse neus. Dat was wel even lekker. Maar de volgende dag was ik echt ook helemaal op. En ik denk gewoon misschien zeg maar door de verhuizing, zeg maar die stress. En we gingen gewoon alleen maar door. En ik denk dat dan nu even er zo uitkwam, zeg maar. Dus ik voel me nu wel beter. Maar ik klink nog niet helemaal lekker. En ik ben ook gewoon nog steeds best wel moe. Maar verder kan ik gewoon wel weer mijn ding doen, zeg maar. Een soort van. En morgen ga ik weer werken. Dus dan ik hoop de rest, zeg maar, van mijn weekvlog nog even met jullie in te halen. Ja, je wil de avocado proeven, hè? Ja. We eten weer dat ene gerecht met zoete aardappel uit de oven. Heel lekker. Deze rozen heb ik vorige week gekocht. En die worden echt alleen maar mooier. Ik vind die kleur zo mooi. Gewoon bij zo'n kraampje hier in de buurt. Wel echt pricey, maar goed. Ik vind ze wel echt een sfeertje geven hier in huis. Ik zoek een ander kussen voor dit geweldige stoeltje. Die eigenlijk geen kussen voor zichzelf nodig heeft. Want die al zo leuk is, vind ik zelf. Echt in love with this chair. Maar ik vind het kussen wat we er nu bij hebben, die hadden we al. Ik weet niet, ik vind hem niet helemaal. Die springt er niet uit of zo. Dus ik wil eigenlijk een soort van goud kussen. En als je een leuk idee daarover hebt, stuur me alsjeblieft een bericht. Een beetje een mooi, shiny, niet ordinair, leuk goudkleurig kussen. Kijk dan, wat een plaatje weer. Lekker. Het is zaterdagochtend en ik ga met Dwayne Amsterdam in. Het sneeuwt buiten en ik hoop een beetje dat het rustig is in de stad. Maar dat zal denk ik nog wel, het is nog vroeg. Dus ik hoop dat het goed komt. Ik heb een trui aan met Amour van Maison de Biche. Mijn velvet trousers. En mijn Nike Air Max. Nou, ik loop nu bijna bij de Bijenkorf. Het blijft gewoon sneeuw. Het is echt bizar. En het is ook heel glad. Maar ik ben wat later, dus ik ga sneller twee. Oh, daar zit hij. Meneer. Ik weet niet, ik denk dat je hem wel past. Hij lijkt zo groot. Ja. Oh mijn god. Dat is wel model. Ik vind. Nee. Ja. Nee. De kleur is wel mooi. Je ziet hier wel goed. Sorry. Ja? Ja? Ja, ik stoot mijn hoofd hier. But first, let me take a selfie. We zijn nu bij de H&M Home en ik heb net een zwarte nieuwe broek gekocht voor de Bijenkorf van 7 for All Mankind. En ik had al echt al heel lang een zwarte jeans nodig, maar ik vind het zo lastig om er een te kopen. En ik vind het ook helemaal niet leuk om een zwarte jeans te kopen. Omdat het echt zo'n soort van verplichte koop is. En ik vind het veel leuker om van die wat apartere dingen, zeg maar, te kopen. En maar een zwarte jeans is gewoon eigenlijk een basic die je dan moet hebben. Maar goed, die heb ik dan nu. Dus die laat ik straks zien. En nu ga ik even kijken nog voor het huis. Want ik heb nog een cadeaubon van de housewarming voor de H&M. Even hier lunchen. We zijn weer terug van de lunch. En ik omschrijf het even zoals Dwayne het omschreef. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Ananas. Omdat ten eerste kreeg Dwayne iets wat hij niet had besteld. Nou oké, dat kan. Toen kreeg ik dus mijn gerecht, wat wel klopte. Toen begon ik maar met eten, want Dwayne's gerecht was natuurlijk nog niet klaar. Dus toen was mijn eten, zeg maar, bijna op en toen had Dwayne zijn gerecht gekregen. De bediening geloofde niet dat ik allergisch was voor ei. Dus toen ik zei dat ik liever geen ei door mijn noedels had, als het kon, dan liever niet. Toen zei hij, lust je geen ei of ben je echt allergisch?
Dus ik zeg, nou, ik ga niet verzinnen dat ik allergisch ben voor ei. Zei hij, nee, oké, ja, sommige mensen doen dat wel. Terwijl ze dan gewoon niet lusten, dan is er geen ei. Ik dacht, nou, oh my god. Toen kwam ze het water brengen. Dat viel om op tafel, het hele flesje. Dus de hele tafel was nat. Maar goed, we mochten daar gratis eten. In ruil voor Dwayne, die moest dan één ding plaatsen op Facebook of Instagram. Dus hij had een foto op Facebook gezet. Nee. Oh, hij wilde uit het raam springen. En, Dus dat het is volgens mij gebeurd. Dat gaat hij zo doen. Maar ik zou dus niet naar Wagga Mama gaan. Die gozer die daar werkt was verbaasd dat wij nog nooit daar geweest waren. Aangezien het er al 15 jaar zit. Ik wist helemaal niet van het bestaan af. Van die hele keten niet. En het eten smaakt ook nergens naar. Sapje was lekker. Oh ja, we hadden een gezond sapje. Dat hebben ze nieuw. Daar ging het ook om. Die moesten op de foto zetten. Die waren prima. Maar kom op, hè. Als je nog geen sapje kan persen, dan gaat er echt iets goed door. Mis. Iets goed mis. Ik ben geslaagd bij de H&M Home. En dit heb ik gekocht. Een mandje voor op het toilet. Voor op de grond. Want dat laat ik zo even zien. In plaats van dat ik het uitleg. En deze gordijnen. Het zijn er twee. En die zijn bedoeld voor daar. Zo. We gaan voor goud. Niels, je net gesport. Voel je al een beetje? Nee, ik heb nog geen sixpack. Kijk, dit is mijn nieuwe broek. Een zwarte jeans. En hij is heel zacht, dus het voelt heel fijn om te dragen. Van Seven for All Mankind. En ik had me eigenlijk voorgenomen om daar geen broek meer van te kopen. Ik weet niet waarom, omdat de ene was te strak en de ander die liep te veel uit. De ander was te dun. Het is ook nooit goed. Maar deze is echt heel mooi, dus ik denk dat het wel een goede is. Ik ben even snel omgekleed, want ik ga nu met Dwayne foto's maken voor ons bloggie. En ik heb deze trui via de Bijkorf met zo'n scotch met kisses. En dit is mijn Valentine's outfit. En ik vind het echt een superleuk trui. Heel leuk. Dus als je denkt, nou, die trui die wil ik bij de Bijkorf. €69 dacht ik, maar hij is echt superleuk. Ik heb er een vintage broek bij aan van Levi's. Gucci loafers. Scotch. Yes. Kijk, we zijn ook een kerstman. Oh nee. Een leuk sneeuwpoep. Het is zo koud. Echt freezing. En ik heb ook geen sokken aan. Dus tough life. Maar nu gaan we even weer naar huis. Normale kleding aan doen. En dan gaan we even koffie drinken. We zijn bij het conservatorium beland. We waren eigenlijk van plan ergens anders heen te gaan. Naar een nieuw stekje ergens aan de Amstelveense weg. Alleen het was al wat later en het was zo koud. Dus we dachten, oké, dan doen we het gewoon lekker in de buurt. Dus nu zitten we hier weer. Yes, 1 o'clock. We krijgen wat live muziek hier. Hoe chill. Kijk hoe mooi deze tafel is. In het conservatorium. Valentine's Day proof. Wat zei je? Deze. Ja, die weer. Die zou ik ook niet weigeren hoor. I like it. We hebben tomatensoep van het huis. Mijn huis, nee. Ik ga de vlogger afsluiten, jongens. Hopelijk vonden jullie het een beetje een gezellige week om te kijken. Ondanks dat ik dus een paar dagen een beetje niet helemaal fit was en niet heb gevlogd, heb ik het geprobeerd in te halen. En volgens mij is het redelijk gelukt op de zaterdag. Dus volgende week zeker weer kijken, dan is het Valentijnsdag. En dan gaan Niels en ik uit eten. Je moet maar gewoon kijken. Thanks, vergeet niet te abonneren. Super makkelijk als je naar YouTube gaat en je gaat naar mijn video's. Staat er onder zo'n knopje met abonneren en dat kost helemaal niks. En dan hoef je geen enkele vlog te missen. Dus thanks en hopelijk tot volgende week. Doei! Oeh, ik val bijna.